Ik wil hem weer uit. Oh, nu wil je hem weer uit. Maar je wilde hem zo graag aan. En hij staat je zo mooi. Waar is de rits? De rits, die is, dat heet dus niet voor niets een blind zipper. Een blinde rits. Die kan je dus niet zien. Dat is het hele idee ervan. Moet ik hem openmaken? Hé. Hey. Oh, goed zo. Hé, hey, hij is stil als de dak. Jouw eigen jurk veel mooier staan bij jou. Hé, hey, mijn mooie meid. Ja, hè? Die had ik gisteren aan. Maar ik zag dat niet. Nee, je had dat niet gezien. Jij was op schooltje. Met trouwen. Jij ging trouwen met die jurk, toch? Nee hoor, ik ga niet in die jurk trouwen. Met die jurk dan? In een trouwjurk natuurlijk. Ik ook. Jij ook? Dat klopt. Dan ga ik met jou trouwen. Dat is goed. En met papa. Samen. Dat kan niet. Nee? Dat kan ik met mijn twee handen. Lekker ding. Wat ben je aan het doen? Ik heb heel lange armen. Oh, dus dan kan je maar met één iemand trouwen. Niet met z'n tweetjes. Maar ga je dan met papa trouwen of met mama? Mama. Ja. Hé, hey, laat je nieuwe cowboylaars eens zien. Lex, mama moet even haar make-up doen. Ga je mij helpen? Ja. Mama die heeft net haar make-up, haar gezicht helemaal schoongemaakt. Ik ga je. En dan nu moet het weer erop. Want anders zie je hoe moe ik ben. Ik kom je helpen. Graag. Kom je even goed wat dingetjes erop smeren? Ja. Ja, zeg. Wat mag ik opsmeren? Dit? Ja, die wil ik graag op mijn lippen. Ja, je kan zelf ook wat gebruiken, mevrouw. Je zit helemaal onder de krassen nog steeds. Oh ja, dat geeft niet. Nou, wel. Hé, deze is erop. Een beetje. Dan moet je een beetje knijpen aan de bovenkant. Ik ga je wel helpen, oké? Okay? Nee, het zit vooral eronder nu. Nog een beetje insmeren? Ja. Je doet het. Ja. Goed zo. Klaar? Mhm. Oké. En dan deze. Ik doe hem op je handje. Dan moet jij het op mama's gezicht een beetje smeren. Niet in mijn haar. En de andere wang ook. Ik heb een beetje kriebel aan je wangen. Nee, niet echt. Ja, ook. Waarom? Zie je een beetje rood? Ja. En mama's voorhoofd? Goed zo. Wat kan jij dat goed, zeg Alexis? Bla. Nee, nog niet. Ik zie hier nog niet goed ingesmeerd. En mijn kin nog en mijn neus. Mijn neus. Met twee handen moet je insmeren. Had je net je handen gewassen toen je ging plassen? Oei. Nee. Nee? Getsy Daddy. Dan zit je nu met je handen aan mijn gezicht. Maar ik heb crème. Ja. Je moet wel je handen wassen na het plassen, hè? Ben je nu klaar? Ja. Oké, dankjewel. Wat mag ik nu doen? Oké, nou, deze. Even goed schudden voor gebruik. Hier zit wel een kleurtje aan. Kijk of we dit zo kunnen neerzetten.
Hier zit een kleurtje op. Moet je wel echt... Gaat het wel goed komen? Zeker weten. Oké, wacht. Ik doe wel eventjes mijn jasje uit, want ik weet het niet zo zeker. Oké, maar echt heel voorzichtig op mama's gezicht doen, oké? Oké. Doe maar op mijn wang. Goed uitsmeren. Oh ja, je doet dat wel heel goed. Heel goed. En dan een ander handje. Dit. Nog een klein beetje. Tuut. Smeren over twee handjes zo. Met je vingers. Ja. En dan weer op mama's wangen. Gezichtsmassage. Wat ik ook altijd bij jou doe. Ja. Tuut. Oh, niks aan de hand. Je mag nu even met de kwast. Oeh. Oh shit, ik moet Elodie alweer ophalen, Alexis. Ik moet het even opschieten. Oké, doe maar een klein beetje mama's wangen. Dan moet mama het even zelf afmaken. Een beetje op mama's wangen. En op mijn voorhoofd een beetje. Tiet, tiet. En op mijn kin. Ja, heel goed gedaan. Je bent echt een top visagist ben jij. Hey, een visagist, weet je wat dat is? Een visagist, kan je dat zeggen? Visagist. Dat is als je iemands make-up gaat doen. Oh. Dat kan jij heel goed, hè? Ja. Wat moet je nog meer op? Strakjes op het einde. Oh, maar ik ga wachten tot je klaar bent. Ja? Van school. Oké? Oké. Beetje dit doen. Want mag ik nog meer doen, mama? Zometeen even wachten. Mama doet even een paar dingetjes en daarna mag jij het afmaken. Oké? Dan mag je mama's poeder doen. En rouge. Rouge. Dat is leuk. Dat is een leuke naam. Ja. Kijk, nu gaat mama de wallen wegwerken. Zo. De zwarte kring onder haar ogen. Zo, weg. Nou zie je ze niet meer, toch? Of zie je ze nog wel? Nee, gelukkig maar. Gelukkig maar. Deze mag je over mama's gezicht doen. Over mijn wangen. Doe maar over... Nee. Zit genoeg op. Over heel mijn gezicht. Over je lip. Mijn neus. En mijn ogen. Ja. Kom maar. Zo. Ja, zometeen. Oké, een klein beetje. Ja, stop. En dan op mijn wangen. Oh. Ik ga je helpen, samen. Zo. Oh, is dat voor je moe? Nee, dit is voor mijn wang. Zodat het net lijkt... Als je moe bent. Dat ik niet moe ben. Oh, we zijn wel een beetje uitgeschoten. Tuut. Nee, ik wil dat doen. Tuut. Mag ik toch meer doen, mama? Ja, alleen nu ga ik wel even een moeilijk stukje doen. Even de eyeliner op doen. Mag ik dat ook doen? Nee, dat kan echt niet. Mag dat niet? Oh, dat mag wel, alleen dat gaat niet. Want dat is echt zo moeilijk. Let op. Zie je wat mama doet? Ja. Oh, jij bent mooi. Oh, dankjewel. Oh, je ging bijna in je gezicht. Wauw. Oeh.
Oh jee. Pas op dat je niet gaat vallen, hè? Hey! Mijn mama zegt dat ik mag hier. Oh, dankjewel. Krijg ik kusjes van jou. Ik heb een beetje uitslag op mijn lippen. Uitslag? Ja, klopt, ja. Je bent een beetje allergisch ergens voor, maar mama weet nog niet precies waarvoor. Wat ben jij nou? Wat was dat? Wat was dat? Wat ging jij doen? Hé, malle Appie. Zo. Mag ik één kusje van jou? I love you. Alleen ik. Oh, nou heb jij heel veel. I love you. Ja. Wat vind je ervan, Alexis? Wil jij een hapje? Nee. Yummy. Oversteken? Die kant op? Oh, naar de overkant. Snel. Je moet nog iets harder roepen, denk ik. Nog één keer. Kan ik niet doen. Kan je dat niet doen? Kun je die stift even aangeven, Lex? Ja. Hey, jongens, het is wel weer heerlijk uit te maken, hoor. Alex. Ik vroeg het niet aan jou, papa. Het is zondagavond en we zijn op pad. Mijn zonnebril kan ondertussen wel af. Ja, het is nacht. Het is bijna avond. Vaders en moeders zijn eindelijk op pad. En we hebben ons derde wiel aan de wagen meegenomen. James is achterin. En we zijn op bezoek bij Edwin en Dionne bij hun nieuwe huis. En het is een plaatje. We komen nu net aanrijden en we gaan gezellig eten samen. Ter ere van de verjaardag van Edwin. En een soort housewarming. Ik krijg een tour door het huis. We lopen al een uur rondjes. We zijn al 6 keer verdwaald, Dion. I'm sorry to say. Badkamer. Oh, zo mooi. So I have two. I have that side. And upstairs. Yes. Thank you.
ochtend. Happy New Week! Oh my god, we hebben echt een heerlijk weekend gehad. En ik ben eindelijk weer opgeknapt. Dat duurde echt eventjes. Vandaag dus een nieuwe week met nieuwe kansen. En ga ik ook weer wat nieuwe gezichten ontmoeten die zijn gestart. Een hele drukke week voor de boeg. Ik heb er heel veel zin in. Elodie en Alexis zijn vanmorgen dus voor het eerst naar de opvangtis samen. Nick die is gebracht deze ochtend. Het is nu 9:00 en ik ben zelf ook onderweg naar kantoor. En dat ga ik deze week dus ook 3-4 dagen doen. Lekker naar kantoor zoveel mogelijk gedaan krijgen. En de andere dagen ultiem genieten met de kids. Dat is mijn plan. Gisteren zijn we dus bij Dion en Edwin geweest. Hebben we zijn verjaardag gevierd en hun prachtige droomhuis die ze hebben gebouwd gezien. En het is echt een gigantisch groot huis met alles erop en eraan. En ze zijn 3 jaar bezig geweest met bouwen, want er was niks. Het was gewoon een stuk grond. En het is echt prachtig geworden. Zo bijzonder mooi. Het is echt van harte gegund om zo lekker te wonen. En gaan ze eventjes kijken of ik binnenkort gezellig een spa-dagje daar kan plannen. Want het zag er allemaal echt fantastisch uit. Nou, dus we hebben een gezellig etentje gehad en heel braaf op tijd weer naar huis toe gereden. Omdat we allemaal natuurlijk gewoon moeten werken vandaag. Omdat het weer maandag is. Joejoe. Het is ondertussen echt al een paar uur later. En ik heb er lekker veel meetings op zitten. En ik ben echt blij om hier te zijn. Want ik merk gewoon dat ik me veel beter kan concentreren dan thuis. En dat ik echt weer lekker erin kom door iedereen live te zien. Dus good to be back. Dit is trouwens mijn outfit van vandaag. Ik ga hem even zo in de spiegel filmen. Dit is mijn outfit van vandaag. Je kan het niet heel goed zien, maar deze coole zwarte blouse. Deze ketting, dit sjaaltje. Deze blouse heeft trouwens echt een mega schouder, zoals je kan zien. Lekker poofy. En dit fantastische zwarte broekje. Deze jeans zit echt zo gaaf. En hier heb ik trouwens aan mijn tas een George V. sjaaltje gedaan. Super nice, toch? Oké, correctie. Ik heb net mijn outfit aangepast. Veranderd. Want deze sneakers komen heel binnenkort binnen. En die wilde ik toch eventjes met jullie delen. Want hoe leuk staat dit? Kijk, dit is de look. Hier word ik dus echt heel blij van. Zo lang gewacht op deze sneakers. Jullie weten hoe dol ik ben. En hoe lang ik al liep op die All-Stars-achtige sneakers van Dior. En nu heb ik ze eindelijk zelf in mijn collectie. Ik ben er echt heel blij mee. De Shelly sneakers zitten ondertussen al 3 seizoenen in de collectie. Verschillende soorten. En nu dus deze zwart-witte. En die zijn er ook weer in 2 kleurencombinaties. En ze zijn er hoog en laag. Dit zijn mijn favorieten. En die ga ik dus helemaal rocken. Hier ga je mij echt heel veel op zien lopen. Yay! Yay! Ik ben op de Zuidas bij de kapper. Yes! Eindelijk weer. Na maanden. Zo. Nou, ik ben weer thuis. Terug van de kapper. Dus ik ben weer lekker blond. En er staat meteen een pakket voor de deur van Josh V. En daar word ik heel blij van. Maar eerst even baby knuffelen. Het is donderdag vandaag. Dit is mijn outfit.
Ik heb mijn nieuwe broek aan. Het is een super chille high-waist pantalon. Van best wel een stevige stof. Met een pintuk hier aan de voorkant. Worden je benen extra lang van. En hij is stretchy, dus hij rekt lekker mee. En ik heb nu een maat M aan. En ik heb de zoom eruit gehaald aan de onderkant, zodat hij voor mij lekker lang is. Want voor mij was hij dus een stukje te kort toen de zoom nog naar binnen zat. Hoe je hem dus binnenkrijgt. Dus met 10 centimeter kortere zoom. Maar ik heb van die ellenlange benen. Zo. Zit heerlijk. Ik heb onverwachts een thuiswerkdagje. Ik zou eigenlijk naar kantoor vandaag, maar ik moet vanmiddag nog heel eventjes met Alexis ergens naartoe. Daarom is het handiger dat ik thuiswerk vandaag. Ik heb beneden dus nog steeds die grote doos staan van Josh V. Dus die moet ik ook nog eventjes uitpakken. En morgen gaan Appie en ik de home tour voorbereiden, want die gaan we maandag filmen. En daar kijk ik natuurlijk erg naar uit. Dus morgen komen er een heleboel spullen binnen van de nieuwe Josh V Home collectie. Dat gaan we dan lekker allemaal stylen in huis. Het is eindelijk binnen, dus daar moesten we ook echt eventjes op wachten. Voordat we de home tour konden filmen. Anders zou het echt vet zonde zijn dat net al die spullen binnen zijn als wij de home tour al hadden gefilmd. Dus tomorrow is die day. Dan gaan we lekker stylen, Appie en ik. Heel mijn huis aan kant maken. En dan maandagochtend is hier een heel team. En dan gaan we de home tour filmen voor YouTube. En ook nog een heleboel andere video's, filmpjes. En een hele fotoshoot voor Josh V Home natuurlijk. Dus daar zijn we druk mee. Gisteren hebben we een hele coole leisurewear shoot gedaan in het conservatorium. Dat ook nog, daar kon ik dus helaas niet bij zijn. Maar Helga heeft dat gedaan. En ik heb wat beelden voorbij zien komen. En het zag er echt vet cool uit. Collectie wordt dus binnenkort gelanceerd met onder andere het yogamatje waar we zo lang aan hebben gewerkt en reistassen en nou ja, een heleboel coole items, maar dat gaan jullie dus allemaal binnenkort zien. Dus een heleboel nieuwe producten die er binnenkort gelanceerd worden, dus stay tuned. En nu ga ik nog heel eventjes een call in, daarna ga ik Alex oppikken en dan spreken wij elkaar later weer. Ik ga denk ik wel zo alvast de vlog afsluiten, omdat ik weet dat ik daar morgen niet aan toe ga komen. Dus, you know. Yes, het is dus inderdaad tijd om de vlog af te sluiten deze week. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken en een heel goed weekend toewensen. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer bij een nieuwe vlog. Happy weekend. Bye bye. You gotta focus on your